Wie honger heeft, eet bijna alles. Tijdens de hongerwinter is in steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht bijna niks meer te eten. Noodgedwongen komen tulpenbollen op het menu, maar men walgt van de smaak. Angelique Smijnk kookt voor 24 Kitchen en is niet bang om te experimenteren. Lukt het haar om de tulpenbol smakelijk te bereiden? Hi Angelique! Carlien! Ik heb hier twee foldertjes meegenomen. En die gaan over het gebruik van tulpenbollen in eten. Ze zijn uit de hongerwinter, laatste periode van de oorlog in Nederland. En ik weet uit verhalen en brieven en dagboeken dat mensen ze helemaal niet lekker vonden. En ik ben benieuwd hoe ze smaken. Dus ik wil ze heel graag laten proeven. Wat ga je maken? Een authentieke tulpenbollensoep. Oké. Okay. Maar ik heb wel de verse tulpenbollen. En ik zie dat jij de hele oude tulpenbollen hebt meegenomen. Ja, klopt. Nou, ze hadden toen vooral oude tulpenbollen. Omdat de handel in tulpenbollen stilviel. Ja. Lagen die in pakhuizen al een tijdje. Dus echt verse waren er niet zoveel, maar die oude wel. En dat kwam de smaak waarschijnlijk niet ten goede. Dus ik ga beginnen met die authentieke soep. Met een uitje, fruiten. Dat duurt een paar minuutjes. Kunnen wij intussen mooi die tulpenbollen gaan snijden? Ja. Ik heb hier al een aantal schoon gemaakt. Kan ik er ook een paar snijden? Ja. Dus je kunt hetzelfde snipperen als een uitje. Nou, de uitjes zijn gefruit. Dan gaat de tulp erbij. Volgens het authentieke recept gaat er curry bij, maar dat was surrogaatcurry. Dus een hele zwakke, milde variant. Ja, klopt. Dit werd aan de kook gebracht en dan alleen wat zout. Dus dit is het eigenlijk voor het oude recept? Dit is het, ja. Het is niet heel ingewikkeld. Nee. Op zich kan het nog best wel een lekker soepje worden. Oké, gaan we het zo proeven. Ik ga nu mijn vertaling ervan maken. En ik vond het eigenlijk wel een uitdaging om om de ingrediënten te gebruiken die bijna toen ook alleen maar voorhanden waren. Ja. Dus inderdaad ook met de koolzaadolie. Door techniek kun je smaak maken. Dus als je uitjes donkerder fruit, wordt het nootachtig en dan wordt het veel voller van smaak. Dan gaan de tulpenbollen erbij. En dan gebruiken we curry. Maar dit is dan de echte curry, dus niet, geen verzwakte versie. Dan gaat er kruidenbouillon bij. Nu kan ik room toevoegen, maar ik denk, ik ga toch melk doen. Want dat hadden ze vroeger misschien op het platteland al meer voor handen. Ja. Als je een klein beetje even het voetje eraf snijdt. Dus het bestaat uit allerlei laagjes eigenlijk. Ja. Als je dit blancheert, dus heel even kookt, dan valt het uit elkaar. En dan krijg je en dit. Dan proeven we samen. Dus heel naturel, heel puur. Mm, maar inderdaad, een beetje notig. Maar wat je in heel veel dagboeken en brieven leest, dat het mensen vinden dat het een hele weeige smaak heeft. En dat proef ik nu helemaal niet. Maar dit zijn de jongen, hè? Dat is waar. Dus dat is deze oude, ja. Daar kan ik me voorstellen dat het die weeig zijn. En dan ook dat als het beschimmeld is, wat een beetje muffige smaak geeft. Maar nu met die verse tulpenbollen raakt de tulpenbol misschien een beetje zijn slechte imago kwijt. Ja, nou, ik kan wel een slechte imago natuurlijk wel voorstellen. Hè, want, het wordt geassocieerd met honger natuurlijk. Ja, dus met, dat is logisch. En met heel veel emotie. Dus en dat blijft natuurlijk wel in je herinnering hangen. Ja. Nou, Carlien, dit heeft nu zo'n 10 minuten gekookt. Dus dan ga ik het nu pureren in de blender. Nou, Carlien, gaan we proeven. Het heeft in ieder geval wel een hele mooie gele kleur. En dan een vertaling. Oké, de zuurkool. Kijk. Ja, het ziet er schitterend uit. En dan uit. Is dit de versie van deze tijd. We gaan lekker proeven. Het heeft niet heel veel smaak, maar het is ook niet vies. Het is een beetje waterig. Ja. Deze? Ja. Moet je ook een beetje zuurkool erbij nemen om het effect even te proeven? Ja, deze is heerlijk. Ja, met deze ingrediënten erbij en natuurlijk met heel veel aandacht en liefde kun je heel veel lekker maken. Behalve hele oude tulpenbollen. Dat denk ik ook.